Vanmiddag openen wij de Heilige Schriften in Openbaringen, Openbaringen 3. We willen het gehele hoofdstuk eerst lezen. En schrijf aan den engel der gemeente die te Sardis is, dit zegt die de zeven geesten Gods heeft en de zeven sterren, ik weet uw werken, dat gij de naam hebt, dat gij leeft en gij zijt dood. Wees wakende en versterk het overige dat sterven zouden, want ik heb uw werken niet volgevonden voor God. Gedenk dan hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het, en bekeert u. Indien gij dan niet waakt, zo zal ik over u komen als een dief, en gij zult niet weten op wat uren ik over u komen zal. Doch gij hebt enige weinige namen, ook de Sardis, die hunne klederen niet bevlekt hebben, en zij zullen met mij wandelen in witte klederen, overmits zij het waardig zijn. Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen, en ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens, en ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. En schrijf aan den engel der gemeente die in Philadelphia is, dit zegt de heilige, de waarachtige, die den sleutel Davids heeft, die opent en niemand sluit, en hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken. Zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten, want gij hebt kleine kracht, en gij hebt mijn woord bewaard, en hebt mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef u enigen uit de synagoge des Satans, dergene die zeggen dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij zullen komen en aanbidden voor uw voeten, en u bekennen dat ik u lief heb, omdat gij het woord mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen. Zie, ik kom haastiglijk, hou dat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. Die overwint, ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel mijns Gods, en hij zal niet meer daaruit gaan, en ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam der stad mijns Gods, namelijk van het nieuwe Jeruzalem, dat uit den hemel van mijn God afdaalt, en ook mijn nieuwe naam. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. En schrijf aan den engel van de gemeente der Laodicenzen, dit zegt de Amen, de trouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods. Ik weet uw werken, dat gij nog koud zijt, nog heet, och
of gij koud waart of heet. Zo dan, omdat gij lauw zijt en nog koud, nog heet, ik zal u uit mijn mond spuwen. Want gij zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden en heb geen dienstgebrek. En gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Ik raad u dat gij van mij koopt goud, beproefd, komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden en de schande uw naaktheid niet geopenbaard worden. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt. Zo wie ik lief heb, die bestraf en kastijd ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal tot hem inkomen en ik zal met hem avondmaal houden en hij met mij. Die overwint, ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon, gelijk als ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn vader in zijn troon. Wie oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Tot zover de schriftlezing van Openbaringen 3. Willen wij nu overgaan naar het tekstgedeelte. Nogmaals, Openbaringen 3, het derde vers. Gedenk dan hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet waakt, zo zal ik over u komen als een dief, en gij zult niet weten op wat uren ik over u komen zal. Sommige geleerde mannen verdelen het boek der Openbaringen in twee delen, namelijk de kerk en het profetische boek. Het eerste is vervat in de drie eerste kapitels en het tweede begint bij het vijfde en beide raken tot aan het einde van de wereld. De zeven kerken in Azië, waaraan Johannes was bevolen te schrijven, waren typen van de evangelische kerk en vertegenwoordigden haar toestand in het verschillende tijdperken van de dagen der apostelen tot het einde van den tijd. Efeze, de eerste van de zeven, vertegenwoordigt haar in de tijden van de apostelen. Dit is duidelijk uit wat tot haar gesproken is, of tot een engel, of gezanten, die tot haar prediken. Schrijf aan de engel der gemeente van Efeze. Dit zegt hij, die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die in het midden der zeven gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werken en uw arbeid en uw lijdzaamheid en dat gij de kwaden niet kunt dragen en dat gij beproefd hebt degenen die uitgeven dat zij apostelen zijn, en zij zijn het niet, en gij hebt ze leugenaars bevonden. Openbaringen 2, eerste en het tweede vers. In geen andere tijden waren er zulke ambtelijke bedieningen als apostelen dan in de eerste grondvesten van de evangelische kerk. En Paulus was de man die deze beproefde. En na beproeving vertelt hij ons wat hij hen bevond te zijn. Want zulke valse apostelen
zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus. Aldus 2 Korinthe 11, 13e vers. Dit is de vervulling van hetgeen gesproken is tot de kerk van Efeze. Dat gij beproefd hebt, degenen die uitgeven dat zij apostelen zijn, en gij hebt ze leugenaars bevonden. Zoals deze eerste gemeente, de kerk van Christus, vertegenwoordigt in de tijden van de apostelen, zo is de gemeente van Laodicea, de laatste van de zeven, de laatste staat van de strijdende kerk, want met deze zal er een eind zijn van de wereld. Daarom beaamt Christus voor haar zichzelf als de Amen. De Amen. Om ons te laten weten dat er nooit een andere kerkstaat hier beneden zal zijn. En wat tot haar is gezegd, toont ons duidelijk dat Christus de tweede maal zal komen aan het einde van de staat van deze kerk. Terwijl ik nauwkeurig overeenstem met de tijd en de omstandigheden betreffende de wijze en de dwaze maagden, aangetekend in het 25e hoofdstuk van Matteüs, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur opent doen, ik zal tot hem inkomen en ik zal met hem avondmaal houden en hij met mij. Kapitel 3 vers 20, het profetische boek, beginnende bij het vijfde kapitel, is gelijktijdig met dat van de kerk. Wanneer het zevende zegel, waarmede het boek was verzegeld, werd geopend, bracht het zeven engelen voort met zeven bazuinen. Vijf van deze bazuinen hebben reeds gebazuind. En we zijn nu onder de zesde bazuin, welke de Turken in het Oost-Romeinse keizerrijk bracht, gelijk wij lezen, en de zesde engel heeft gebazuind. En ik hoorde een stem uit de vier hoornen des gouden altaars, dat voor God was, zeggende tot een zesde engel, die de bazuin had, ontbind de vier engelen, die gebonden zijn bij de grote rivier had. En de vier engelen zijn ontbonden geworden. De weerhoudingen van de voorzienigheid zijn weggenomen geworden, welke bereid waren tegen de uren en de dag en maand en jaar. Openbaringen 9, vers 13 tot en met 15. Het is bijzonder een zeer opmerkwaardigheid dat de Turken de rivier de Eufraat overstaken toen zij eerst de bezitting namen van hun tegenwoordige keizerrijk. Onder het bevel van vier generaals, Soliman, Jacques en zijn drie zonen, de vader zelf niet kennende de doorwaadbare plaatsen van de rivier, verdronk erin. Waardoor twee van zijn zoons zo bevreesd werden dat ze naar Perzië terugkeerden. Maar de derde, Ortygreulus en zijn drie zonen, welke weder vier maken, vervolgde aan het hoofd van hun legermachten, gelijk de zesde bazuin de Turken in het Oosterse Rijk inbracht. Alzo zal de zesde viool onder de zevende bazuin hen uitbrengen, hun keizerrijk tot ondergang brengen, de Oosterse antichrist verstrooien, wanneer het Mahomimenische zal worden gezuiverd van de aarde, en het evangelische van de Zoon van God in dezelfde plaats zal worden bevestigd. De zevende bazuin zal bazuinen op de wederopstanding van de getuigen, wanneer de geest des levens van God in hen zal gegaan zijn. En dit zal het begin zijn van de Philadelphische kerkstaat, welke inhoudt Christi, geestelijke regering op aarde. In deze kerkstaat zullen de Joden worden bekeerd en tweemaal leven de ranken worden in Christus,
de ware wijnstok, dat de zevende engel zijn bazuin zal doen horen bij het begin van Christi. Geestelijk rijk is duidelijk, omdat het is aangekondigd met grote stemmen in de hemel. Toejuichingen en verheugingen der heiligen van de strijdende kerk op aarde wordt zeer algemeen hemel genaamd door dit gehele boek door, gelijk Openbaringen 12, vers 1, 3 en 7 en 15, vers 1, zullen laten zien, zeggende: de koninkrijken der wereld zijn geworden onze Heeren en van zijn Christus, en hij zal als de koning heersen in alle eeuwigheid. Openbaringen 11, vers 15, gelijk de zevende engel derhalve zijn bazuin bazuint bij de aanvang van Christi geestelijke regering, zo houdt het in het tijdsbestek van toen af tot aan de ontbinding van alle dingen in de natuur het alzo rijkende kerk en het profetische boek tot het einde van de tijd. Indien de zeven gemeenten in Azië de kerk van Christus vertegenwoordigen, vanaf de dagen der apostelen tot aan het einde van de wereld, gelijk zij zekerlijk doen, zult gij gereed zijn te vragen: in welke kerkstaat zijn wij begrepen? De gemeente van Sardis vertegenwoordigt de kerk in onze tijden. Het begon bij de hervorming van de pausgezindheid door middel van Luther en Calvijn, en die de overhand hield in Thyatira, de voorgaande kerk voor deze, welke inhield de donkerste tijden van het pausdom. Had deze belofte hem gegeven: ik zal hem de morgenster geven als een voorspel tot het grote licht dat tevoorschijn trad. Bij de hervorming, zeer schoon vergeleken bij de dageraad of bij de morgen, toen de kerk van Christus tevoorschijn kwam. Van het ergste, van het paapse duisternis, tot de aanmerkelijk licht en kennis van het glorierijke evangelie van de Zoon van God. En toen Christus scheen als de dageraad in de harten van zoveel van zijn leden in het begin van deze kerkstaat. Er zijn twee dingen waarvoor deze kerk wordt berispt. Ten eerste: gij hebt de naam dat geleefd en zij dood. Ten tweede: ik heb uw werken niet vol gevonden voor God. Eerstelijk: gij hebt de naam dat gij leeft en gij zij dood. Hoe toepasselijk is dit op de staat der kerk in onze tijden? Er is grote kennis, en deze louter gevormd door uitwendige vertoningen, heeft het van menselijk oordeel dit loffelijke getuigenis verkregen: gij leeft. Maar de alwetende rechter, welke het hart aanziet en niet oordeelt, gelijk een mens oordeelt, hij verklaart de weinige namen in Sardis uitgezonderd, dat zij dood is. Gij hebt de naam dat gij leeft en gij zij dood. En veler uwer, welke verkeer hebben gehad met sommige van de belijders van de tegenwoordige dag, weten dat ze in het gemeen vervreemd zijn van het leven en er niet enige rekenschap van kunnen geven en niet verstaan de vertroostende invloeden van Gods geest op de ziel, maar ze zijn vervreemd van het leven dat daarin is, de gevoelens van de ziel, welke er de gevolgen van zijn en vanzelfsprekend onwetend van de verdiensten van Christus, die gekruisigd, welke alleen dit leven kan voeden en voldoen. De levende heiligen, de weinige namen zelfs in Sardis, zijn heden in een geringe, zwakke en ziekelijke staat. Zeer weinigen van hen verheugen zich in de overvloed van het leven, wandelende in een levende belijdenis of komen tot de maatstaf van Paulus. Doch de genade onzes Heren is zeer overvloediglijk geweest over mij, met geloof en liefde die er is in Christus Jezus.
aldus 1 Timotheus 1 vers 14. Er zijn zeer weinigen die deze maat ervaren of komen tot deze gestalte van bevinding en hieruit wordt de engel van deze gemeente aangespoord om wakende te zijn over deze, daar zij zwak zijn en niet meerdere genadeoefening in zich hebben en daarom een deel zorg en opmerking aan hen te besteden. Wees wakende en versterk het overige dat sterven zou. En als dit het geval is met de weinige namen in Sardis, hoe waarlijk is dan des Heeren getuigenis aangaande de rest der belijders? Gij hebt de naam dat gij leeft en gij zijt dood. Zij worden bericht ten tweede, want ik heb uw werken niet volgevonden voor God. Door de werken die hier worden aangeklaagd, worden niet bedoeld de werken des geloofs en de arbeid der liefde, welke vruchten en gevolgen zijn van des Heeren eigen ingeplande genade. Want ofschoon er een groot gebrek is in deze, een groot verval, daarin in de heiligen, in deze kerk staat, zo is het toch waar ooit deze werken zijn gevonden, dat zij aangenaam en Gode welbehagelijk zijn en verklaard worden te zijn goede werken, welke God tevoren van eeuwigheid verordineerd heeft, dat al zijn heiligen in dezelfde zouden wandelen. De werken hier aangeklaagd bedoelen de kerkelijke tucht en de regering. De hervormers Luther en Calvijn ontvingen en bewaarden bij hun reformatie gezonde leringen, dit hoofdzakelijk tot de zaligmaking die zij predikten in geschriften, uitgaven en aandrongen, maar in de kerkelijke tucht en regering was er grote gebrekkigheid. En Luther's instelling, hij begon op vele bredere bodem dan Calvijn. Allen die die paperij hadden losgelaten, ontving hij door elkander in zijn gemeenschap. Maar Calvijn vormde zijn kerk te Genève meer naar de wijze der apostelen, niemand in zijn gemeenschap toelatende dan de zulken die hij op haar belijdenis van hun geloof beschouwden gelovigen in de Zoon van God te zijn. En dit was de regel aangenomen door de apostelen die de discipelen afscheiden van de menigte. Handelingen 19 vers 9 en voor hun afzonderlijke vergadering vormden. Onze Engelse hervormers ontvingen en bewaarden iedere wezenlijke waarheid tot de zaligmaking, maar hun werken in kerktucht en de regering waren bezwaard met bedorvenheid. Want hoeveel paapse gebruiken en bijgelovigheden zijn er in haar te vinden? Daarom wordt de engel deze gemeente op dit bericht berispt. Ik heb uw werken niet volgevonden voor God. Hier zou het even goed acht op gegeven moeten worden. Als op de leringen, onze hervormers gingen voort op de wijze van Luther, stichtte de kerk als nationaal, de kerk van Engeland genaamd en pariochaal vanzelf, en ontvingen in hun gemeenschap, evenals Luther, allen die verkozen met hun te verenigen. Maar dit werk wordt hier door Christus zelf berispt. Want de kerk van Christus is nooit nationaal geweest, nog provinciaal of pariochaal. Doch gelijk als verklaard is in 19e artikel, de zichtbare kerk van Christus is een vergadering van gelovige mensen, in welke het zuivere woord van God wordt gepredikt en sacramenten behoren en behoorlijk worden bediend naar Christus bevel. En dokter John Owen, die woonachtig was te Fordham in Essex, waar mijn waardige vriend de heer Dodd nu verblijft en naderhand verhuisde naar Coggeshall, waar hij een kerk vormde naar de Independisch ontwerp, en dokter Thomas Goodwin begonnen kerken te vormen in deze streek, in Cromwell's tijd, naar een onafhankelijke wijze, niemand toelatende
tot een gemeenschap dan dezulken die op belijdenis van het geloof geloofden en waren leden, dit onderwerp van Christus te zijn, en de vorming van gemeenten naar als parochiaal zijnde gelijksoortig aan die van de apostelen, gelijk reeds vermeld is. De werken daarom hier aangeklaagd schijnen te bedoelen fouten in de tucht en regering, toelating van het overblijven van zoveel bijgelovigheden en paapse ceremonies, welke strijdig zijn tegen God. Wees waakzaam en versterk het overige dat sterven zou, want ik heb uw werken niet volgevonden voor God. Ik kom nu tot de woorden van de tekst en zal trachten u aan te tonen dat de leringen die moeten worden aangenomen en bewaard door ons, zo wij ooit verlost worden, de eerste is drie eenigheid van personen in de goddelijkheid. Dit is een wezenlijke leringen tot zaligheid. Die moet worden aangenomen en bewaard. En deze waarheid namen onze hervormers aan en drongen die aan. En het is deze tot de kennis waarvan iedereen van Gods huisgezin gebracht wordt. Gelijk Paulus verklaart: want ik wil dat gij weet hoe groot een strijd ik voor u heb. En voor degenen die te Laodicea zijn, en zovelen er mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien, opdat hun harten vertroost mogen worden, en zij samengevoegd zijn in de liefde, en dat tot alle rijkdom der volle verzekerheid des verstands, tot kennis der verborgenheid van God en de Vader en van Christus. Colossenzen 2, vers 1 en 2. Hier wordt de Heilige Geest het eerste genomen, en tot kennis van deze verborgenheid moeten wij allen komen. Dat er drie onderscheiden personen in de Godheid zijn, welke bestaat uit één onverdeeldheid, wezen even gelijk in alle goddelijke eigenschappen en volmaaktheden, worden onbetwijfelbaar bewezen door deze heerlijke plaats. Want drie zijn er die getuigen in de hemel, namelijk de Vader, het Woord en de Heilige Geest. Deze drie zijn één. Ik zie hier dat de Zoon hier nog niet bij staat, maar dat moet er ook bij staan. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Aldus 1 Johannes 5, vers 7. Hier zien wij dat er drie onderscheiden personen zijn die getuigen in den hemel, en dat deze drie onderscheiden personen in eenigheid van wezen één God zijn, dus drie één in wezen. En dit is de ware God. Alle anderen zijn afgoden of valse goden. Wanneer er wordt tegengeworpen dat de drie getuigen in de hemel slechts drie namen zijn, antwoorden wij dat ledige namen nooit kunnen getuigen. Niemand kan dit doen, als waren eigenlijk verstandige personen. Daar moeten eigenlijke personen wezen ten einde de namen te vervullen. Indien enig waar getuigenis wordt geboren, onze hervormers ontvingen en bewaarden deze waarheid. Van toen af hebben wij elke persoon van de drie eenigheid aangebeden. O God, hemelse Vader, zij ons genadig, ons ellendige zondaren. O God, de Zoon, verlosser der wereld, zij genadig. Van den Vader en den Zoon, zij genadig, ons ellendige zondaren. O heilige, gezegende en heerlijke drie-eenheid, drie personen en één God, zij ons genadig, ons ellendige zondaren. En wederom, op het feest van de drievuldigheid, zijn deze woorden deze: welke is één God, één Heere, niet één enig persoon, maar drie personen in één wezen. Want wij geloven van de heerlijkheid van den Vader, hetzelfde geloven wij van den Zoon,
en vanzelf van den Heiligen Geest, zonder enig verschil of ongelijkheid. En indien verder bewijs wordt gewenst, raadpleeg dan nauwkeurig en bewonderenswaardig geloofsformulier, genaamd Athanasius. Onze hervormers waren geen Arianen, de drie-eenheid in is ene leer bij de hervorming ontvangen, welke gij ooit verlost wordt, moet ontvangen en bewaren. En degene welke ondervinden de vergeving, rechtvaardigmaking, zonder onderwerpende genade van onze Heere Jezus Christus, de eeuwigdurende liefde van God en Vader, en de innerlijke vernieuwelijke invloeden van de Heilige Geest in hun harten, hun gevende een geschiktheid voor den hemel, zulke hebben een bevindelijke en een verlossende kennis van God in drie personen en zijn zeker de leer te bewaren, gelijk Paulus de Korintiërs wenste te ondervinden, de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Zo zei het, 2 Korinthe 13, vers 13. Dit is een bevinding die uitsluitend behoort aan de kinderen Gods. Ten tweede, een andere leer die moet worden ontvangen en bewaard, als nodig, tot de zaligheid, is de wezenlijke godheid van Christus, indien hij niet waarachtig en eigenlijk God is, het bezit van iedere eigenschap en volmaaktheid, in het bijzonder eigen aan de godheid, kon hij nooit voor ons een zaligmaker zijn. Maar hij wordt nadrukkelijk en eigenlijk genaamd de grote God en onze zaligmaker. Titus 2 vers 13. En zo hij iets minder dan de waarachtige almachtige goden waren, hij kon ons nooit tot enige nut zijn. Aanmerk deze twee gewichtige plaatsen die zijn godheid bewijzen. Men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Isaia 9 vers 5. Ik ben de Alpha en de Omega en het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komen zal, de Almachtige, aldus Openbaringen 1 vers 8. En als de zulken die hem niet meer dan een bloot schepsel maken, en als zulks hun vertrouwen in hem stellen, zijn van God vervloekt. Zo zegt de Heere, vervloekt is de man die op één mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt en wiens hart van den Heere afwijkt. Aldus Jeremia 17 vers 5. Indien niet meer dan een schepsel, dan kan er geen verlossing nog zaligheid wezen voor elk van menselijk geslacht. Niemand zal van hem, zal mijn broeder immer meer kunnen verlossen. Hij zal Gode zijn rantsoen niet kunnen geven, aldus Psalm 49 vers 8. Maar dat hij geen schepsel, doch de schepper is, en daarom de almachtige God, is duidelijk uit dit woord. In den beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt, en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Johannes 1 vers 1 en 3. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn. Het zijn tronen, het zijn heerschappijen, het zijn overheden, het zijn machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alle dingen, zijnde de eeuwige God. En alle dingen bestaan tezamen door hem. Colossenzen 1 vers 16 en 17. Van ons ontvangen en bewaren van deze gezegende waarheid hangt onze eeuwige zaligheid af. Niemand die in Christus als een blootschepsel gelooft, zal ooit het koninkrijk der hemelen zien, maar zal zo zeker
er een God in de hemel is, verdoemd worden. Zo zeker er een woord van waarheid in de Bijbel is, gelijk hij zichzelf zekerlijk verklaart. Alleenlijk overweegt de woorden is goed, want dit is het punt waar het om draait. Want indien gij niet gelooft dat ik die ben, dezelfde zelfbestaande en eeuwige God, die Mozes zond om de kinderen Israëls uit Egypteland te verlossen, ach, als hij dat niet gelooft, gij zult in uw zonde sterven. Waar ik heen ga, kunt gij lieden niet komen. Hier ziet gij dat allen die niet geloven in de wezenlijke godheid van Gods Zoon, in hun zonden zullen sterven. En waar hij is, zullen zij nooit komen. En indien dit zo is, dan zullen de zulken tot straf lijken het eeuwige verderf. Maar het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijn de sterkte. 2 Thessalonicenzen 1 vers 9. En indien hij niet meer dan een mens is, kan er geen verlossing voor ons zijn door zijn gehoorzaamheid en voleindigde werk. Alles wat hij doen kan, was vereist voor hemzelf. Hij kon als een bloot mens niets anders voor een ander verdienen. Wanneer gij zult gedaan hebben al hetgeen u bevolen is, zo zegt, wij zijn onnuttige dienstknechten, want wij hebben gedaan hetgeen wij schuldig waren te doen. Lucas 17 vers 10. De gehoorzaamheid van een schepsel kan niet verder gaan dan dit. Er kan geen verdienste zijn in slechts datgene te doen wat wij bevolen zijn te doen. Verdienste spruit vooruit meer te doen. En dat wat wij niet bevolen zijn te doen, welke geen schepsel kan volbrengen. Maar Christus zijn de waarachte God, zowel als mens in één persoon, de gehoorzaamheid die hij volbracht, ontving deze eeuwige waardij, zulke vermogen en kracht van zijn menselijke natuur zijnde, in vereniging met zijn goddelijke persoon, dat deze eeuwig dure de verdienste is om met eeuwige verlossing te verlossen. Al degenen die geloven in zijn gezegende naam, wegens dit zijn kostbare bloed, is er een fontein die reinigt van alle zonden. Zijn eeuwigdurende gerechtigheid is al genoegzaam om vrijelijk van alle dingen te rechtvaardigen, alle de uitverkorenen Gods. Doch zo hij slechts een mens ware, ofschoon nog zo goed, zo rechtvaardig, zo heilig, en als de mens was hij zulks volmaaks, kan er geen verlossing in hem zijn voor een arme zondaar. Deze leer ontvingen onze hervormers, zowel Luther als Calvijn, en bewaarden ze en wij moeten hetzelfde doen, zo wij ooit verlost worden. Hoort wat zij zeggen, het is noodzakelijk tot eeuwige zaligheid, dat wij alzo recht geloven de vleeswording van onze Heer Jezus Christus, want het rechte geloof is dat wij geloven en belijden dat onze Heer Jezus Christus de Zoon van God is. God en mens volmaakt en volmaakt God en mens, bestaande uit een redelijke ziel en menselijk vlees, gelijk aan den Vader wat betreft zijn godheid en ondergeschiktheid aan den Vader, wat betreft zijn mensheid, die toch schoon God en mens zijnde, geen twee, doch één Christus is, en niet door verwisseling van de godheid in vlees, maar door aanneming van de mensheid door God, en alzo niet door de vermenging van wezen, maar door enigheid van persoon, want gelijk de redelijke ziel en de vleesmens één is, zo is God en mens één Christus. Ten derde, een andere wezenlijke leer tot verlossing en die moet worden ontvangen en bewaard, is Gods eeuwige verkiezing van zijn volk. Verkiezing sluit natuurlijk verwerping in. Sommigen zijn verkoren
en andere niet. En er wordt duidelijk in de schriftuur vastgesteld dat slechts een deel van de menselijke geslacht is uitverkoren en verordineerd tot zaligheid. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel, in Christus, gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming, tot kinderen door Jezus Christus. In zichzelf naar het welbehagen van zijn wil, tot prijs der heerlijkheid, zijner genade. Efeze 1 vers 3 tot 6. Christus is het uitverkoren hoofd van het verborgen lichaam de kerk. Jesaja 42 vers 1, Matthäus 12 vers 18. Altijd weer terug op de schrift, dat kenmerkt William Huntington. En al de voorwerpen van des eeuwigen vaders liefde en verkiezing in hem uitverkoren en in hem gezegend, alle geestelijke zegeningen naar het welbehagen van zijn soevereine wil, zijn onverdiende zelfbewegende liefde, genade of eer, is de enige oorzaak van de verkiezing van een zeker aantal van het zondige nageslacht van Adam, want in hen kan er geen verdienstelijke oorzaak zijn van zulke zegening. Allen deze worden in de tijd geroepen tot de gemeenschap van Christus. Dus in de tijd is wel een woord. Want de Romeinen denken dat ze na de tijd ook nog bekeerd kunnen worden, maar dat is niet waar. In de tijd moet gebeuren. Tot de gemeenschap van Christus en verlost hem, nogmaals in de tijd, hem ten eeuwige verlossing, want die hij, dus God de Vader, van tevoren gekend heeft, met een kennis van liefde, van aanneming en verkiezing, die hij heeft tevoren verordineerd, ten beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn, omdat hij de eerstgeborene zijn onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij alzo verheerlijkt. Je kunt dat nalezen in Romeinen 8, vers 29 en 30. Petrus spreekt van hen alzo: uitverkoren naar de voorkennissen van God, den Vader, in de heiligmaking des geestes, tot de gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus. 1 Petrus 1, vers 2. Hier zien wij dat de eeuwige verkiezing het geloof verzekert, de vergeving van de zonde en geschiktheid voor het koninkrijk der hemelen, een en al de voorwerpen van Gods verkiezing. En daarom leidt die ons uit, niet tot losbandigheid, de uitverkorenen zijn uitverkorenen in Christus, tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen, Efeze 2 vers 10, om hen te onderscheiden van de ruime wereld, worden ze genoemd een overblijfsel naar de verkiezing der genade, Romeinen 11 vers 5, een klein kuddeke, wie in het koninkrijk der hemelen te geven, God des Vaders welbehagen is, Lucas 12 vers 32, weinigen die uitverkoren zijn, en die de enge poort en de nauwe weg vinden, Matthäus 20 vers 16 en Matthäus 7 vers 14. Maar wanneer bijeen verzameld en elkander aanschouwende, dan zijn ze een grote schare die niemand tellen kan. Openbaringen 7 vers 9. Ofschoon onze gezegende zaligmaker, die de wonderlijke teller, aldus Psalm 57 vers 6 wordt genaamd de wonderlijke teller, dit niet slechts doen kan, maar hij roept ze allen bij namen, Johannes 10 vers 3. En niemand dan deze zullen ooit met Christus wezen, of in de vereniging met hem, in de kerk hier, of in de eeuwige heerlijkheid. Want die met hem zijn,
geroepenen en uitverkorenen, gelovigen, Openbaringen 17, vers 14, hoe aanstotelijk der wezenlijke waarheid ook mag zijn voor onze verdorven natuur, zo legt Christus die neer als de oorsprong en de grondslag van alle ware geestelijke wezenlijke vreugde. Doch verblijdt u daarin niet dat de geesten u onderworpen zijn, maar verblijdt u veel meer dat uw namen geschreven zijn in de hemelen. Lucas 10, vers 20. En dat een kennis van onze persoonlijke verkiezing in Christus is te verkrijgen in enige trappen in deze wereld, door naastigheid in gebed en gebruik van de genademiddelen. Dat is wel eens wat anders dan de trappen die ze tegenwoordig hebben opgesteld. Hier hoor je maar twee trappen hoor. Door naastig gebed, eerste trap, en gebruik van de genademiddelen, tweede trap, punt. Die God heeft ingesteld, is duidelijk, want hiertoe worden wij dus aldus vermaand. Daarom, broeders, benaastig u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. 2 Petrus 1 vers 10. Inderdaad, tot wij in enige trappen, twee trappen, zo noemt hij dat, komen, kan er geen echte vrede, gedurige blijdschap of hechte vaststelling zijn. De voorwerpen van Gods verkiezing wordt slechts openbaar gemaakt in deze wereld door de gaven des geestes en door zijn invloed en werking in hen, gevende hun een ondervinding in hun eigen harten van die geestelijke zegeningen die hun in Christus waren gegeven, ja, al van eeuwigheid. Dit is hetgeen dat hen openbaar maakt Christus zaad te zijn. Aldus Jesaja 44, vers 3 tot 5. Deze leer was ontvangen en bewaard bij de reformatorische, bij de reformatie door Luther en Calvijn vanzelf en evenzo door onze hervormers. En van toen af bidden ze God dat hij zou het volbrengen, het getal zijner uitverkorenen, en zijn koninkrijk bespoedigen, dat hij zou bekleden zijn dienaars met gerechtigheid en zijn verkoren volk verblijden. Het 17e artikel, het is er ook vol van, waarin wordt verklaard dat uiterlijke verkiezing ten leven in het eeuwige voornemen Gods, waardoor, voordat de aarde was gegrondvest, hij onherroepelijk had bepaald door zijn raad voor ons verborgen te verlossen van vervloeking, te verlossen van de vervloeking en van de verdoemenis die welke hij uit de mensenkinderen verkoren had en hen door Christus tot eeuwige zaligheid te brengen als vaten ter ere. Verder wordt het gezegd, de godvruchtige overweging van de voorbeschikking en onze uitverkiezing in Christus is vol van zoete, aangename en onuitsprekelijke troost voor vrome personen en zulken als die in henzelf gevoelen de werking van den geest van Christus, dodende de werken des vleeses en hun aardse leden en hun geest optrekkende tot hoge en hemelse dingen. In deze ontzaglijke verdorven tijden in welke wij leven, is deze kostelijke, deze wezenlijke waarheid bijna algemeen opgeheven. Maar zo wij ooit het aangezicht Gods met aanneming zien, moet deze worden ontvangen en bewaard. Ten vierde, een anderlijke wezenlijke lering tot zaligheid is die van bijzondere verlossing. Dit is een leer die werd ontvangen bij de reformatie en bewaard, natuurlijk niet alleen bij de reformatie, maar daarvoor ook al. Ofschoon deze nu bijna verloren is en begraven tussen de dwalingen die zo ontzaglijk overvloedig zijn in onze dagen. De Heer Jezus Christus ondernam hem van eeuwigheid onze verlosser te zijn. Aldus Jesaja 63 vers 16. En in overeenstemming met zijn eeuwige onderneming was hij bestemd en verordineerd zo te zijn door den Vader van alle eeuwigheid. 1 Korinthe 1 vers 30.
de onderwerpen van de verlossing zijn, de uitverkorenen van God en geen anderen. Jesaja 1 vers 27. En dit is wat bijzondere verlossing een volstrekt wezenlijke waarheid tot de zaligheid maakt. En de aanbrengende en verdienstelijke oorzaak van onze verlossing, dat is het dierbare bloed van Christus. 1 Petrus 1 vers 19. Dit is de oneindige prijs die betaald is en welke de eeuwige zaligheid verzekert van al de voorwerpen van Gods verkiezing en de verlossing welke Christus heeft teweeggebracht voor zijn geslacht in eeuwigheid. Hebreeën 9 vers 12 en zo ook ons toegepast. Verlos deze van onze ijdele wandeling. 1 Petrus 1 vers 18 en 19. En van de heersende en verwoestende macht van Satan. Jeremia 31 vers 11. Psalm 106 vers 10. Van alle kwaad. Genesis 48 vers 16. Van de zonde. Efeze 1 vers 7. En Colossenzen 11 vers 14. En van de wet en van de vervloeking van deze. Staat in Galaten 4 vers 5 en Galaten 3 vers 13. Van de dood en het graf staat in Hosea 13 en vers 14. Van de verdoemenis der hel staat in Job 33 vers 24. Vanuit de mensen, aldus Openbaringen 14 vers 4. En van alle verdoemenis staat in Romeinen 3 vers 24. Alzo deze de gezegende gevolgen zijn van toegepaste verlossing en gelijk deze eeuwige heerlijkheid en verzekeren aan alle deze dingen ondervinden. Jesaja 35 vers 10. Zo is het duidelijk dat verlossing nooit algemeen kan zijn, maar bijzonder. Omdat zulke werk, welke zijn verlost, worden verklaard te zijn gekocht uit de mensen. Openbaringen 14 vers 4. En indien uit de mensen, dan wordt alle mensheid niet verlost. Christus verklaart ons dat hij zijn leven slechts aflegde voor zijn schapen. Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Gelijkerwijs de Vader mij kent, alzo ken ik ook den Vader. En ik stel mijn leven voor de schapen, Johannes 10, vers 11 en 15. Daarom zegt Christus zijn leven slechts voor zijn schapen heeft afgelegd, voor een verdoemelijke zondaar. Zo kunnen geen anderen ooit verlost of behouden, alzo zijn schapen niet allen insluiten, doch slechts een deel van het menselijke geslacht. Wat we lezen van de moeilijk gedeelte. Daarom zolang als er een verschil overblijft tussen al deze karakters en schapen en zolang er als velen nooit van hun drek gewassen zijn, maar naar een verderf gaan, zolang kan algemene verlossing nooit worden opgericht. Daar ware verlossing slechts aan schapen toebehoort. Geen anderen er de onderwerpen van zijn, zo zullen alle deze eeuwig worden behouden en geen van hen verloren gaan, want zo zegt God ons een zaligmaker, die de waarheid zelf is en daarom niet liegen kan. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en zij volgen mij en ik geef hun het eeuwige leven en zij zullen niet verloren gaan in de eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand rukken. Mijn Vader, die ze mij gegeven heeft, is meerder dan allen. En niemand kan ze rukken uit de hand mijns vaders. Johannes 10, vers 27 tot 29. En als de Heere ons vertelt, zij zullen niet verloren gaan, doch zullen worden verlost met een eeuwige verlossing. Jesaja 45, vers 17. Dan is het van geen betekenis wat goddeloze mensen mogen zeggen. Integendeel, want laat God waarachtig zijn. Doch ieder mens is leugenachtig, die wederstaat en tegenspreekt wat hij zegt. Indien de blinde leidslieden van onze dag erop uit waren bijzondere verlossing te prediken,
moeten ze zichzelf buitensluiten, terwijl door die algemeen te prediken, zij met de gehele rest ingesloten zijn. Maar indien wij zien naar het uiterlijke gelaat der dingen en beschouwen de algemene staat der wereld, welke overstroomd is van zonde en leugen, zullen wij niet zien om onze algemene verlossing verdienstelijk te maken, maar tot iedere zaak toe bevestigd en als onoverwinnelijke waarheid, dat waar het ooit is ondervonden, het bijzonder is en wat geweten wordt door een zeer klein gedeelte, slechts wanneer verschenen aan het geheel van het menselijke geslacht. Maar nog eens, kijk naar deze oordeelsdag en beschouw de omstandigheden van die tijd. En daar wordt het duidelijk geopenbaard dat verlossing niet algemeen is, doch bijzonder. En wanneer de Zoon des Mensen komen zou in zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met hem, dan zou hij zitten op den troon zijner heerlijkheid, en voor hem zullen al de volken vergaderd worden, en ieder persoonlijk van het menselijke geslacht, en hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt, en hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten, de bokken tot zijn linkerhand. Alsdan zal de koning zeggen tot degene die tot zijn rechterhand zijn: kom, gij gezegende mijns vaders, beërft het koninkrijk, het welk u bereid is van voor de grondlegging der wereld. Dan zal hij ook zeggen tot degene die aan de linkerhand zijn: gaat weg van mij, gij vervloekte, het eeuwige vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereid is. En deze, de bokken, zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen in de eeuwige leven. Matthäus 25, vers 31 tot 46. Deze twee zijn de beslissende vonnissen, maar alleen de schapen zijn eeuwig gelukkig en gezegend, die welke algemene verlossing voorstaan, zeggen dat talrijken zullen verloren gaan en vervloekt worden voor wie Christus stierf. Dit is dan God der waarheid te verklaren, want de algemene, die is een leugenaar, want hij zegt, zij zullen niet verloren gaan. En wat kan de duivel meer zeggen? Maar allen die maken, die voorsten, die beminnen een leugenachtige leer, zullen zijn onder de honden, de tovenaars. De hoereerders worden in één adem genoemd, de doodslagers, de afgodendienaars buiten de hemelse stad, terwijl Christus schapen, de vrijgekochten, dat is één woord, de triomferende kerk hierboven, met gejuich en eeuwige blijdschap zullen verkrijgen, haar droefenis en verzuchting zullen wegvlieden voor hem. Isaiah 35, vers 10. Ten vijfde, een andere leer wezenlijk tot zaligheid is rechtvaardiging uit het geloof of door een toegerekende gerechtigheid. Dat niemand door enig werk van zichzelf kan worden gerechtvaardigd is duidelijk, omdat allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Romeinen 3 vers 23. En daarom zal uit de werken der wet of door eigen persoonlijke gehoorzaamheid daaraan geen vlees worden gerechtvaardigd voor hem. Romeinen 3 vers 10. En Gods getuigenis is van het menselijke geslacht. Sinds de val van Adam is dat niemand rechtvaardig is, ook niet één. Romeinen 3 vers 10. Alle zijn dienstknechten der zonde en vrij van de gerechtigheid. Romeinen 6 vers 20. En wanneer de Ethiope zijn huid kan veranderen en een luipaard zijn vlekken, dan kunnen wij die geleerd zijn kwaad te doen, goed doen. Jeremia 13 vers 23. Een kwade boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Nadien daarom allen zondaren zijn, zo wordt er verklaard dat rechtvaardiging om niet is uit Gods genade. Romeinen 3 vers 24. Door toegerekende gerechtigheid en die door de werken niet is te verkrijgen. Nu degene die werkt, wordt het loon niet toegerekend, maar genade, maar naar schuld. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem, die de goddeloze rechtvaardigd wordt, zijn geloof
gerekend tot gerechtvaardigheid. Gelijk ook David de mens zalig spreekt, welke de Heere de rechtvaardigheid toerekent, zonder de werken. Romeinen 4, vers 4 en tot 6. Hier is de rechtvaardigheid door toerekening, en het is aldus dat alle uitverkorenen rechtvaardig gemaakt worden. Onze gezegende zaligmaker was van alle eeuwigheid ons geworden van God rechtvaardigheid. 1 Korinthe 1, vers 30. In de volheid des tijds kwam hij om het uit te werken en het aan te brengen, dat alle uitverkorenen konden worden gerechtvaardigd. Dus de schapen. In onze natuur, plaats en stand als onze borg, gaf hij de wet, volmaakte gehoorzaamheid, ieder voorgeschrift werd volbracht. En als er de dood was, de straf vastgemaakt, aan de overtredingen werd, zo doorstond hij hem door te sterven. De rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, gelijk de Vader beloofde. Hij zal mijn wet groot maken en zal hem verheerlijken. Hij doorstond de vloek en wraak van God, die wij op onze hals gehaald hadden, maakte een eind aan onze zonden, bevredigde de gerechtigheid en werd zo het einde der wet tot rechtvaardigheid, een iegelijk die gelooft. Romeinen 10, vers 4. En bracht een eeuwige gerechtigheid aan. Daniel 9, vers 24. En deze eeuwige gerechtigheid, of ook wel gezegd volmaakte gehoorzaamheid van Christus, nam God de Vader aan ten onze nut. Hij is zeer vergenoegd met deze en plaatst deze op rekening van al zijn zaad, en voor deze en wegens deze alleen wordt zij gerechtvaardigd toegerekend. Dit geloof der werking Gods grijpt aan, past toe en stelt ons op wat onze rechtvaardige gerechtigheid is. Deze bevrijdt ons van alle beschuldiging en van de verdoemenis. Het zij van de wet, van de Satan of geweten. En in deze zijn wij volkomen geheel schoon, uitziende zonder vlek of rimpel of iets van deze dingen. Men zal van mij zeggen, gewisselijk, in den Heere zijn gerechtigheden en sterkte. En in de Heere zullen gerechtvaardigd worden en zich beroemen het ganse zaad van Israël. Jesaja 45, vers 24 en 25. En waar ook deze gerechtigheid wordt toegepast, is deze een vrije gave. Romeinen 5, vers 17. En de enige bedekking die ons kan verbergen en bevrijden van onze schaamte. Openbaringen 3, vers 18. Dat er alleen de gehoorzaamheid van Christus is die ons kan rechtvaardigen, wordt duidelijk geopenbaard in deze plaats. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens, die van Adam, werd toegerekend aan al zijn nakomelingen, velen tot zondaars gesteld zijn geworden. Alzo zullen ook de gehoorzaamheid van enen, die van Christus toegerekend aan al zijn zaad, velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Romeinen 5, vers 19. En een van de liefelijke van alle plaatsen aangaande toerekening is deze. Die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Dan moest de zonde op hem zijn, door toerekening en behaagde den Vader, ongerechtigheid van ons allen op hem te leggen, opdat wij zouden worden gemaakt door de toerekening van zijn gehoorzaamheid, rechtvaardigheid Gods in hem. 2 Korinthe 5, vers 21. Dit is de weg waardoor de goddelozen worden gerechtvaardigd, bestaanbaar met waarheid en gerechtigheid, en inderdaad, iedere eigenschap en volmaaktheid der Godheid stemt overeen in de vervulling daarvan door het geloof in Jezus Christus. Alzo zullen al de uitverkorenen Gods worden gerechtvaardigd. Uw volk zullen ons tezamen rechtvaardigen zijn, ene spruiten, mijner planting, één werk, mijner handen, omdat ik verheerlijkt worde. Jesaja 60, vers 21. Eikenbomen der gerechtigheid
in de plantingen des Heren, Jesaja 61, vers 3, en waar deze rechtvaardigheid ook wordt genoten, verdrijf die alle verdoemenis uit het geweten en wordt vergezeld met vrede. Het werk der gerechtigheid zal vrede zijn, en de werken der gerechtigheid zal gerustheid zijn, en zekerlijk tot een eeuwigheid. Jesaja 32, vers 17, aldus Romeinen 5, vers 12 ook. Het wordt verzegeld met een verheuging in God, als de God onze zaligheid. Ik ben zeer vrolijk in den Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God, want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. De mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Jesaja 61, vers 10. Het geeft ons recht en aanspraak op het koninkrijk der hemelen, want die God rechtvaardigt, deze zal ook verheerlijken. Deze zal hij ook verheerlijken. Romeinen 8, vers 30. En een ruime ingang daarin. Doe de poorten open, dat het rechtvaardige volk daarin gaat, terwijl het de getrouwigheden bewaart. Jesaja 26, vers 2. Dan zullen de rechtvaardigen blinken, gelijk de zon, in het koninkrijk huns vaders. Matthäus 13, vers 43. En dat voor eeuwig. Inklevende rechtvaardigheid is er nooit in enig mens geweest. De mens, Christus Jezus, uitgezonderd. Hij wel. Sinds Adam viel en daar allen door natuur veroordeeld, misdadigers zijn, zo zijn alle werken in deze staat verricht. Dode werken, want de werken kunnen zich nooit hoger verheffen dan de staat van de werkman. En gedenk, wij moeten worden gereinigd van dode werken, voordat wij de levende God aangenaam zullen dienen. Want voor middelen zullen wij mogen gebruiken, wat voor werken zij mogen verrichten, met een oogmerk den hemel te verdienen, en zichzelf aanbevelen in de gunst van God. Hij zal al dezelfde werkers van ongerechtigheid heten, en met hen handelen in overeenstemming hieraan, dat zij geen gelovigen zijn in de Zoon van God, en gekleed in zijn rechtvaardigheid. Want er staat geschreven, gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt, ik ken u niet. Matthäus 7, vers 23, als ook 25, vers 12, vriend, hoe zijt gij hierin gekomen, geen bruiloftskleed hebbende, dit niet hebbende, welk bedoelt een toegerekende rechtvaardigheid, werd hij in zichzelf veroordeeld. Het geweten beschuldigde hem, zonde en schuld knaagde hem, de wraak en vervloeking Gods bemerkten hem en sloten zijn mond. Hij verstomde. En in zijn boeien of in zijn zonden werd hij in de buitenste duisternis geworpen. Wening zal zijn, knersing der tanden. Matthäus 22, vers 12 en 13. Evenzo zal het gaan met iedereen die niet ontvangt en bewaart de gehoorzaamheid van Christus als een rechtvaardigmakende gerechtigheid. De Arminiaan zal deze dan niet langer toegerekende onzin noemen, want dan zal hij weten dat alle vergaan met voor eeuwig verloren zijn die hierin niet zijn gekleed. Rechtvaardigmaking uit het geloof of door de toerekening van de rechtvaardigheid van Christus is een leer wezenlijk tot zaligheid, welke moet worden ontvangen als ook bewaard. Gelijk het was bij de hervormers, Luthers in de Gelatenbrief, is er vol van. En zo in het 11e artikel van de kerk van Engeland. Wij worden rechtvaardigheid gerekend voor onze God, alleen om de verdiensten van onze Heer Jezus, Christus en zaligmakers wil. Door het geloof en niet om onze eigen werken of verdiensten, waarom dit dat wij allen door het geloof worden gerechtvaardigd. De meest heilzame leer is, zeer vol van troost, gelijk ook breedvoerig is uitgedrukt, in de leerreden over de rechtvaardigmaking. Ten zesde, een andere leer, wezenlijk tot zaligheid, en welke moet worden ontvangen en bewaard, indien wij ooit het koninkrijk der hemelen ingaan, is de inwoning van een geest en wedergeboorte door hem. Er is geen leer die meer ergernis geeft dan deze. En toch bevat dit een tak van zalige kennis of bevinding die ooit is geweest of ooit zal zijn genoten in deze wereld. Waar Gods geest niet woont,
waar zijn invloedingen en werkingen niet worden ondervonden, al de zulken zijn dienstknechten der zonde en vrij van de gerechtigheid. De sterk gewapende bewaart zijn hof en geen geestelijk verstand hebbende. Hij die het gemaakt heeft, zal zich dezelfde niet ontfermen en die het geformeerd heeft, zal hetzelfde geen genade bewijzen. Isaiah 27 vers 11. Maar om te bewijzen de inwoning van een geest, een uitverkorene gods, die is in het vlees, kunnen goden niet behagen. Doch gij lieden zijn niet in het vlees, maar in een geest, zo anders de geest gods in u woont. Maar zo iemand een geest van Christus niet heeft, ja, die komt hem niet toe. Romeinen 8 vers 9. Dit is in het woning, zonder welke geen zaligheid is, om zulk een Christus niet toekomen. Wederom, of weet gij niet, dat uw lieden lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is, die gij van God hebt, en gij u zelfs niet zijt. 1 Korinthe 6 vers 19. En Christus zegt, en ik zal de Vader bidden. Hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in het eeuwigheid. Namelijk de geest en waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen. Want gij ziet hem niet, en gij kent hem niet, maar gij kent hem. Want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Lees in Johannes 14, vers 17. Maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem gegeven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem geven zal, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. Johannes 4, vers 14. De Heilige Geest woont dan in, of vertoeft in alle gelovigen, de enige maat of trap, gelijk deze plaats bewijst. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten, en mijn zegen op uw nakomelingen. En ze zullen uitspruiten tussen in het gras, als de wilgen aan de waterbeken. Deze zal zeggen, ik ben des Heren, en die zal zich noemen met de naam van Jacob. En gene zal met zijn hand schrijven, ik ben des Heren, en zich toenemen met de naam van Israël. Al degenen in wie de geest inwoont, beïnvloedt en bewerkt hij om hen te verlossen van de heersende en vernielende macht, beide van Satan, zonden en dood, opdat zij ertoe mogen worden gebracht, een gepaste geschiktheid voor den hemel te genieten, en zijn werk in de ziel, dit volvoerende, is al zo beschreven, niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hebben, maar naar zijn barmhartigheid door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes. Titus 3 vers 5. Het is een kostelijke verwisseling welke de heiligen in dit bad ondervinden, wanneer hun oude dingen worden afgewassen, de dingen ons gewoon in de natuur staat, de nieuwe dingen komen, waarvan de Heilige Geest de schepper is. Want ons vernieuwd worden moeten zich sluiten, een herstel tot iets wat tevoren is ondervonden. En dit is het beeld Gods. Verloren door de val, doch wij worden tot hetzelfde weder hersteld door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes. Hij verwijdert de dood uit onze zielen, maakt het levend en geeft ons leven en verwijdert de duisternis uit ons verstand en uit het hart vanzelf. En geeft het licht des levens, verwijdert de opstand en onbuigzaamheid uit de wil en brengt ons in berusting en onderwerping aan de hoogste willen Gods. Hij verwijdert de wanhoop en vertwijfeling en geeft ons aanleiding tot een levende hoop. Verwijdert het ongeloof en werkt het geloof. Hij verwijdert de hardheid des harten, brengt zachtmoedigheid, goddelijke droefheid en berouw ten leven. Verwijdert zinnelijkheid uit het gemoed en brengt geestelijke, of ook wel gezegd hemelse gezindheid, welke vergezeld wordt met leven en vrede. Hij verwijdert dwalingen uit het oordeel en voorziet het met de waarheid. Hij is de zuiverste op ons gesprenkelde water dat reinigt van alle vuilheid van zonde en brengt vergeving en vrede tot in het hart. Hij verwijdert de veroordeling door uitspreking van het vonnis van rechtvaardiging in de vierschare der consciëntie als de rechtvaardigheid van Christus door het geloof wordt ingebracht. Vijandschap stort de liefde Gods in het harten in. Afgoden uit onze
genegenheden en leidt ons ertoe, naar God, naar boven, elke andere voorwerp lief te hebben. De dienstbaarheid, onze zonde en slaafse vrezen, hij brengt in de vrijheid. Twijfelingen, vrezen en bezorgdheden des harten door bezitting van ons te nemen. Zijn trooster, als de Heilige Geest van aanneming, getuigende met onze geesten dat wij kinderen Gods zijn. Alle deze dingen werkt één en dezelfde geest, delende aan een iegelijk in het bijzonder, gelijkerwijs hij wil. Aldus, ook 1 Korinthe 12, vers 11. Dit is het werk des geestes, wat ons een gepastheid geeft, der wedergeboorte. Voor den hemel dit ons zalig te maken door het bad der wedergeboorte. Het is een vernieuwend werk des Heiligen Geestes, welke volstrekt noodzakelijk is tot eeuwige zaligheid, worden gedaan, opdat de kerk mag worden een geschikte woonplaats voor God. Want het wordt alzo verklaard, ook gij wordt medegebouwd tot ene woonstede Gods in den geest. Efeze 2 vers 22. Logen, bezieling, en er is geen kerk, nog woonsteden voor God op aarde. Maar de berg Sion zijn verkorenen, verloste volk, is zijn rustplaats voor eeuwig. Hij heeft het begeerd tot zijn woonsteden. Hier zal ik wonen, want ik heb ze begeerd. En uit Sion, de volkomen zaligheid, de schoonheid, verschijnt God blinkende. Psalm 132 vers 14, als ook 50 vers 2. Dit stelt als ene waarheid, welke moeten ontvangen, bevonden, genoten en bewaard, vast, de inwoning en het wederbarende werk van een Heilige Geest in de ziel, in wien wij ooit het aangezicht Gods in de hemel zien. De invloeden des geestes die we zien, zijn verspreiden, zijn werkingen, moeten daarom niet worden beperkt tot het liefhebben en de troost, want hij wordt genaamd een geest der openbaring en des verstands van vermogen, van raad, van wijsheid, kennis, van de vrezen des Heren, des oordeels, des geloofs, der genade, smeking enzovoorts, evengoed als een trooster of de geest der liefde. Maar wij houden het liefst van zijn invloeden wanneer hij ons bewoont als trooster. Ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in eeuwigheid. Johannes 14 vers 16. Niet altijd ons troostende, maar hij die altijd bij ons woont, is de trooster en de schepper van alles wat wij gevoelen. Hij troost ons in verschillende wegen, door het getuigen van Christus aan ons als onze eigen zaligmaker, door hem nemen uit de dingen die zijn en die tonende en bekendmakende zijn uitgewerkte zaligmaking. Door het geloof voor te brengen tot een levende oefening, zoals tevoren gelovigen in de liefde die God tot ons heeft. Door ons is de waarheid te leiden en openbaren de verborgenheden van het koninkrijk, zoals in onze bevinding te genieten, de zegeningen welke zij bevatten, Jeremia 15 vers 16, door nabij te brengen de gerechtigheid van Christus, en onze in staat te stellen deze door het geloof aan te nemen. Door ons het gevoeligste genot van de onderpanden der toekomstige erfenis in onze harten gegeven. Door ons toe te eigenen als de geest der aanneming en te getuigen met onze geest dat wij kinderen God zijn. Dit troost ons wonderlijk. Door de beloften toe te passen, zodat wij kunnen leven van de zegeningen in die als ons eigen zijnde, maar boven alles getroost hij ons door in het hart Gods eeuwige liefde tot ons in Christus uit te storten, zoals uit te drijven alle vrezen en pijn. Romeinen 5, 5. Onuitsprekelijke troost ligt in het genot van deze liefde. 1 Johannes 4, vers 18. En in deze liefde ligt de troost. Filippenzen 2, vers 1 en 2. Mijn Vader zal u een en ander trooster geven, opdat hij bij u blijven tot in der eeuwigheid, namelijk den geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen,
want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. En op deze tak van inwoning moeten wij ons oogmerk richten, want deze boven alles maakt de wegen der wijselijke lieflijkheid en al haar talen vrede. En indien wij nooit worden gebracht om liefde te ondervinden, oftewel de liefde Gods uitgestort in onze harten, laat ons hebben wat voor gaven wij mogen hebben, wat kennis of verstand, of wat geloof, dat deze liefde niet verzegelt. Zo zijn wij niets dan belijders in de naam, hebbende een naam, dat wij leven, terwijl dat we dood zijn. We lezen 1 Korinthe 13. De Geest plant iedere genade in de harten van Gods volk. Hieruit wordt hij de Geest der genade genaamd. En hij is het leven van allen. Niemand kan ooit in oefening wezen dan alleenlijk als deze hemelse wind op hem blaast en hem beïnvloedt. Of als dit levende water hun wortel doet ontspruiten. Geen dorsten naar de levende God. Geen vurige begeerte naar Christus gekruist. Geen hongeren naar de gerechtigheid. Dus geen kinderlijke vrezen. Deze waarheid dat ontvangen, bewaard bij de reformatie en de artikelen, de leerregels, gebedenboek, de kerk van Engeland, zijn hierin overvloedig. Onze Engelse hervormers verklaren dat wij zonder de geest nog kunnen denken, nog iedere ding recht kunnen doen. En hier bidden ze uit, reinig de gedachten onze harten door de blazingen van uw heilige geest en ergens anders neem uw heilige geest niet van ons. Bovendien dat, het gehele lichaam der kerk wordt geregeerd en geheiligd door den geest en dat er geen ware christenen zijn dan zulken die gelukzalige deelgenoten des geestes zijn. En de leerregels voor de Pinksterbelijdenis zijn bijzonder uiteenlopend in alles wat hier gezegd is. Dit zijn waarheden, mijn broederen, welke gij moet ontvangen. Zusters natuurlijk. Bewaren en blijven, zo gij ooit zalig wordt, laat nooit enige van hen varen. Gij hebt ze gelovig uit mijn mond gehoord, en zo gij ertoe geleid wordt, ze te gevoelen in de kracht en het gelukzalige vruchtgebruik der zegeningen in het vervat zult gij vinden door gezegende bevindingen, dan wanneer gij op uw sterfbed komt, zij u het zachtste oorkussen zullen verschaffen, waar ooit enige ziel zich op neder kan leggen. Maar in onze dagen worden deze wezenlijke waarheden gepredikt, gehoord, ontvangen en bewaard? Vraagteken. Wij mogen wel zeggen, hoe is het goud verdonkerd? Het goede fijne goud veranderd. We vragen naar de oude paden. Omar, waar is de goede weg? Waar zijn ze? Die kunnen gaan door de poorten. Die kunnen bereiden de weg des volks. Die de baan kunnen verhogen. De stenen wegruimen. De ene banier tot de volken omhoog steken. Deze herstellers van de bres. Herstellers van de paden om in te gaan. Mannen en waarheden gelijk deze zijn in onze dagen kostbaarder dan de klomp goud van Opir. Want o Sardes, uw leiders geven u oorzaak om te dwalen en de weg uw paden te verstrooien. Uw wachters zijn het algemeen blind en deze leiden de blinden tot de beiden tezamen in de gracht zullen vallen. Hoe kan de blinde de blinden geleiden terwijl ze samen in de gracht vallen? De Arminiaan, de Sociniaan en de Sabiliaan, ze loochenen de ware God. Ze loochenen de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en houden zo niets over dan de afgoden hun eigen verbeeldingen. De Sociniaan ontkent ook de genoegdoening van Christus, welke hij aan de goddelijke gerechtigheid deed. Hij ontkent dat er geen enkele vordering tot die was en die geheel en al nodig is. Daarbij God ontrouw aan zijn woord makende, welke verklaart dat hij in geen wijze den schuldige wil rechtvaardigen, zonder een volle en volmaakte genoegdoening. De Arminiaan en andere kinderen des vleesjes loochenen de soevereiniteit Gods, te maken de Allerhoogste afhankelijk aan de wil van het schepsel. Zij loochenen voorbeschikking en uitverkiezing en noemen deze afschuwelijk. Toegerekende rechtvaardigheid noemen deze
toegerekend onzin. Wij zonderen verlossing en verklaren dat Christus stierf voor velen die nu al in de hel zijn. Krachtdadige algemene genade en de uiteindelijke en volharding der heiligen in deze genade. En verder dan deelgenoten van ware genade waren afgevallen en ontkomen en naar alles te worden verdoemd. En alzo worden dief door een dief of door een ander iedere waarheid van het eeuwige evangelie in onze dag openlijk gelasterd. Ze wordt gesmaad en tegengestaan en elke verdoemelijke dwaling en ketterij die ooit door Satan werd voortgebracht, wordt openlijk in omloop gebracht, verdedigd en beschermd. De waarheid struikelt op de straten en dat is reden waarom rechtschapenheid of een goed gewetende mens niet kan binnenkomen. De waarheden die ons Sardis bij de reformatie ontvingen, in zuiverheid, in kracht en genegenheid, worden bijna algemeen verworpen, opgegeven of verlaten. Doch gezegend zij God enige weinige namen, zelfs in Sardis te bewaren, zegt Christus zelf. Zij hebben hun klederen niet bevlekt. Zij zullen met mij wandelen in witte klederen, overmits zij het waardig zijn. Maar alle anderen zullen van de waarheid afkeren en tot Izebellen zich begeven. Ik ken een persoon, welke met deze wezenlijke waarheden begon en met dezelfde jaren gepredikt. En die hand in hand wandelen met wijlen den heer Topsledy, die nu ook opgegeven en heeft laten gaan. En dat hij in zulke blindheid en verwarring is gekomen. Dat ik mijn hart geloof dat hij niet in staat is om waarheid wezenlijk tot zaligheid helder vast te stellen, te bevestigen of te beproeven. Een ander met een grote belijdenis, die kon zeggen, ik geloof mijn aantastende weg met je innerlijke kitteling, noemde de invloedingen des geestes, in verschillende wegen op onze werkende en ons gevende en veranderlijke gesteldheden en gevoeletjes, met dat bijvoegsel, wanneer hij op zijn sterfbed kwam, was tot de laatste trap ellendig en weigerde volstrekt om getroost te worden. Weigerde getroost te worden. Hij had gezondigd tegen de Heilige Geest. Dat is reden van waarom de troost tot de zulken zijn. Na zijn dood werd hij geopend. Toen bleek hij een volmaakte schouwspel van huivering te wezen. Verscheiden dingen in hem zijn bewogen uit eigen plaatsen. Zulke ontzaglijke, gewekkende getuigenissen als deze verzegelen hun eigen verdoemenis. En het zwaarste wat kan worden opgelegd, wacht hun, gelijk hun geklaard wordt door onze zaligmaker zelf. Daarom zeg ik, alle zonden en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering tegen een geest zal de mensen niet vergeven worden. En zo wie enig woord gesproken zal hebben tegen de zoon des mensen, het zal hem vergeven worden. Maar zo wie tegen een heilige geest zal gesproken hebben, zal hem niet vergeven worden. Nog in deze eeuw, nog in de toekomende. Matthäus 12, vers 31, 32. Sommigen uwer mogen zeggen, dit is een harde prediking. Maar de waarheden die ik heb overgeleverd zijn de welke God zelf in mij heeft aangeroerd en mij onderwezen. Ben tot besluit gekomen dat gij dezelfde ten volle zult hebben en dezelfde gelovig en ten volle aan u te verklaren. Heb ik mijn eigen ziel bevrijd? Ik ben vrij van het bloed van u allen, want ik heb niet nagelaten u al de raad Gods te verklaren, voor zover hij mij ze heeft geopenbaard en bekend gemaakt. Gedenk daarom hoe gij hebt ontvangen en gehoord. Of gij deze dingen hebt gehoord, zodanig gelijk ook ontgeloven, ze te verstaan, ze ook lief te hebben en te bevindelijk en krachtdadig te ontvangen, zodanig als te genieten de verlossende weldaden en zegeningen in het vervat, want indien zodanig gij bewaart datzelfde, wandelt in hen, blijft bij hen en bekeer u van uw lauwheid, bekeer u van uw liefdeloosheid, bekeer u van uw onverschilligheid, waar gij zijt, beleid ze voor God, roept hem aan, vergeving ziende dat hij beloofd heeft, ik zal hun om die de afkering genezen. Ik zal hen vrijwilliglijk liefhebben. Hosea 14, 5.
Ik kom nu tot waakzaamheid. Indien gij dan niet waakt, zo zal ik over u komen als een dief. En gij zult niet weten wat uren ik over u komen zal. Wij moeten gadeslaan de hand Gods, uitwendig op de aarde. En opmerken zijn de werken onder de kinderen des mensen, omdat zij niet letten op de daden des Heren, nog op het werk zijner handen, zo zal hij hen afbreken en zal hen niet bouwen. Psalm 28, 5, Jesaja 5, 12, geeft acht op zijn hand in de voorzienigheid, want gelijk hij gezegd heeft dat hij al zijn goedheid voor ons ten goede zal doen, is het al zo dat wij zo zorgvuldig zijn om zijn barmhartigheden op te merken, wanneer zij komen, dat wij ze nooit zullen bekennen met dankbaarheid tot Gods Heer. Houd de wacht tegen de zonden, omdat die alleen het zijn die de scheiding kunnen maken tussen God en de ziel, en de gemeenschap en deelgenootschap met hem te verhinderen. Waakt tegen dwalingen, opdat wij door hen niet mogen worden verschrikt, nog weggeleid van de waarheid, gelijk die in Jezus is. Evenalzo als de vallen uit onze eerstelijke toestand. Waakt over het werk der genade in onze eigen harten, om te zien hoe het verder gaat, omdat wij in staat mogen zijn te onderscheiden tussen wat uit het vlees is geboren en wat uit een geest is geboren. Waakt op het gebed. Wanneer wij bidden, moeten wij op het gebed waken, omdat de antwoorden niet over het hoofd zouden worden gezien, omdat iedere zaak die de Heere beloofd heeft, ons in Christus gegeven, tot ons moet komen in het antwoord op hierop. Waakt tegen de mens der zonde, om te zien welke voorgangen en naderingen hij maakt in macht, en hoe zijn lichaam gedraagt ten opzichte daarvan. Wij moeten een waakzaam oog op deze houden, alzo allen hem gegeven zijn, behalve Gods eigen getuigen, en daar moeten heersen en overwinnen, zo is het onze voorweg, om hem van nabij te aanschouwen, nadien hij nadert om te verstrooien de land des heiligen volks. En wij moeten hem meten in al onze waarnemingen met het woord Gods, want wie is wijs? Die nemen deze dingen waar, en dat zij verstandelijk letten op de goede tierenheden des Heren. Indien gij dan niet waakt, ik zal over u komen als een dief, niet om te doden, te stelen en te verwoesten, maar door verrassing, plotseling, onverwachts en opgemerkt. En gij zult niet weten op wat uren ik over u komen zal. Deze uren is de uren der verzoeking, omtrent welke mijn geest veel geoefend, 5 jaren geleden, tot de Heere mij vertelt op mijn bed. Dit is de uren der verzoeking, en ik geloof met geheel mijn hart, en een ontzaglijke tijd, al is het geweest, doch de zulken die gebleven zijn bij gehoorzaamheid aan de hogere machten, en zich onderwierpen aan die regel, dat het gezag en de macht en de ordening Gods is, niet verrast, gelijk een dief, terwijl de zullen door de geest van misdanigheid en opstand tegen de macht die van God verordineerd zijn, hebben ingedronken, plotseling verrast te zijn, vast zijn genomen en gehouden in de banden hun zonden. Ik geloof dat deze uren der verzoeking begon toen voor het eerst ging publiceren. En verwonderlijk hoe snode beginselen zich verbreiden in de wereld, even gelijk een overstromende zondvloed. Het was een twistzaak in de aloude tijden of de Joden onderworpen behoorden te wezen aan heidense koningen, heersers en landvoogden en overheden. De apostelen echter stonden erop dat het recht was en dat het alleen door de toebindende gehoorzaamheid is. Onderwerping aan de hogere machten dringt het woord Gods sterkelijk aan. En zonder dit kunnen wij geen goede conscientie hebben voor Gods aangezicht. Een duidelijkere geopenbaarde waarheid is er in de gehele Bijbel niet. Zij dan alle menselijke ordening onderdanig, om des Heren wil, het zij des konings, als de opperste macht hebbende, het zij des stadhouderen, als die van hem gezonden worden, den stadhouderen, als die van hem, tot straf wel der kwaaddoeners, maar tot prijs dergenen die goed doen, eert een iegelijk, hebt een broederlijke liefde, vreest God, eert een koning, 1 Petrus
1 vers 2, 13, 14 en 17. En hij noemt de zulken die de heerschappij verachten, kinderen der vervloeking. 2 Petrus 2 vers 2. Paulus las aan Titus: ik vermaan hen dat zij aan de overheden en de machten onderdanig zijn, dat zij hun gehoorzaamheid zijn, dat zij tot alle goed werk bereid zijn. Alle ziel zij de machten over haar gesteld, onderworpen, want er is geen macht dan van God. En de machten die er zijn, die van God geordineerd. Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de verordening van God wederstaat. En die ze wederstaan, zullen over zichzelf een oordeel halen. Want de oversten zijn niet tot een vreze den goede werken, maar den kwade. Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het goede. En gij zult lof van haar hebben, want zij is Gods dienares. U ten goede, maar indien gij kwaad doet, zo vreest. Want zij draagt het zwaard niet ter vergeefs, want zij is Gods dienares. Ene wreekster tot straf, degene die kwaad doet. Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen om de straffen, maar om des gewetens wil. Want daarom betaalt gij ook schattingen, want zij zijn dienaars van God, in dezelfde gedurige bezigheid zijnde. Zo geef dan een iegelijk wat gij schuldig zijt. Schatting die den schatting tol is, die den tol vrezen, die gij de vrezen eer en die gij eer schuldig zijt. Romeinen 13 vers 1 tot 7. De misdoenigheid en opstand tegen de macht van God verordineerd, hebben bewezen dit de uren der verzoeking te zijn. En hoeveelen zijn overrompeld als een dief en in deze strik gevangen. Indien wij dan overwegen zulke die in hoge ambten en zijn vertrouwingsposten als officieren in het leger, vloten en ambtenaren van de tol en azijnsen, politieagenten, burgerlijke overheden, gerechtsdienaren, ontvangers der belasting, douaniers, soldaten, matrozen en al zulke dienaars buiten in als ook buiten de kerk, gelijk dezelfde eed, getrouwheid hebben gedaan en die door hun opstand tegen de koning en zijn regering handelden, hierin tegen hun schuldige verplichting, zijn ingewikkeld. In de schuld van mijn eed zullen wij vinden dat ontzaglijke getuigenissen zeer talrijk zijn en al de zulken zijn opstandelingen tegen de troon des hemels, omdat zij God willen tegenstaan. En ik leer u, in de naam van God, dat de zulken als die leven en sterven in deze geest nooit het koninkrijk der hemelen zullen ingaan. Hoe afschuwelijk deze geest is in de ogen Gods en hoe vreselijk hij in de verbreking van een eed van trouw breekt, kunnen wij zien aan zijn handelingen met Zedekia en zijn volk. Die verbroken hun eed van hun getrouwheid aan de koning van Babel. De koning werd gegrepen in de vlakke velden van Jericho en gevoerd tot Nebukadnezar. De Ribla, zijn zonen, werden geslacht voor zijn ogen en al de vorsten van Juda, zijn eigen ogen uitgestoken en hij werd in ketenen naar Babel gebracht. En van het overblijfsel der mensen die in de eed gebroken had, wordt gezegd, hun dode lichamen zullen het gevogelte des hemels en het gedierte der aarde tot spijze zijn. Jeremia 34 en 39, indien gij meer aangaande het ongenoegen Gods tegen deze geest wenst, te zien, raadpleeg Malachi 3 vers 5, als ook Zacharia 5 vers 3 en 4 natuurlijk, Psalm 24 vers 4, het is deze geest van tegenstand aan de wille Gods, welke nu ondersteunende is, is de algemene christelijke emancipatie. En wat zullen zij zeggen van die beleiders in het parlement, die vrienden de mensheid, welke vele jaren geleden met zoveel ijver arbeiden te baten van de negers en wilden hen voor hun zulk en medelijdelijk en zulk medegevoel, zulke aandoening, zulke sympathie konden vertonen en toch zich nu als verdienstelijk maken om een dankbetuigingje te ontvangen voor het ondersteunen van een maatregel die iedere heilige van God tegenstaat en hun wilde overgegeven in de handen van een wreed heer. Want allen die de algemene christelijke emancipatie begunstigen, ondersteunen die macht, welke eerlang zal verstrooien de hand des heiligen volks, Daniel 12, 7, en zal doden de getuigen voor God en zijn waarheid. Openbaringen 11, vers 7 en 8. Zij geven hun macht en ondersteuning aan het beest
En daarom het beste wat wij kunnen zeggen van zulke beleiders, gelijk deze is, dat zij beleiders zijn, en dat is alles. En dit toont dat allen het zullen aanbidden, welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens des lams, dat geslacht is van voor de grondlegging de wereld. Ofschoon deze het merkteken van het beest niet aan hun voorhoofden hebben en niet openlijk belijden, nog verschijnen in zijn aanbidding, hebben toch allen die algemene christelijke emancipatie ondersteunen en zijn merktekenen aan hun handen en zijn van getal zijns naams. Openbaringen 13, vers 16 en 17. En wee zij over al de zulken. Gedenk dan hoe gij het ontvangen en gehoord hebt. En bewaar het en bekeert u. Indien gij dan niet waakt, zo zal ik over u komen als een dief. En gij zult niet weten op wat uren ik over u komen zal. God zegene de weinige wenken die gegeven zijn. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En nu is het boekje uit. Ik dacht dat het nog verder ging, maar het is uit.